Bobby Eden en Fatima Moreira de Melo duiken in de wereld van de verloskunde om vanaf de eerste rij te zien hoe vrouwen hun bevalling beleven. In het verloskundig centrum Veldhoven loopt Fatima een dag mee met verloskundige Janneke. Fatima, die zelf geen kinderen heeft, ontmoet de 32-jarige Simone, die al 41 weken zwanger is. En Simone, hoe gaat het met je? Nou ja, hè. We zijn nog steeds aan het wachten. Dus, Ja, Simone is al 41 weken vandaag. En dat dus, is... Hoeveel weken moet je normaal? Nou, 40. Ik heb geen kinderen. Oh, 40 normaal. Ja. Dus ze is al 1 week over tijd. Dus die kleine mag wel komen. Ja. Je bent er klaar voor, denk ik. Heel klaar. Ja, jouw buik is wel heel, heel groot, hè, Simone? Zullen we er eens naar kijken? Kom je lekker liggen? Ja. Ja? Lekker liggen. Ja. Ja. Maar ik neem aan dat als je slaapt, dat je op je... Hoe slaap je op je zij? Met zo'n kussen of zo heb je dan? Nee. Want op je rug is niet fijn. Dan drukt hij... Nee, dat is... Op je organen of ja, zo. Dat is niet meer fijn. En wordt ook niet aangeraden, volgens mij, toch? Nee, maar hoe zit dat? Zit zo'n baby eigenlijk... Want ik heb geen kinderen. Ja. Zit zo'n baby nou... Want je organen gaan toch juist plaatsmaken ook Klopt. Of zo? Die gaan een beetje naar de zijkant. Maar zit er dan onder de baby, zeg maar hier zo tegen de ruggenwerf aan... Gaan je organen ook erachter zitten? Ja, of meer ook. Dus wat er gebeurt eigenlijk als jij plat op je rug gaat slapen... Ja. Dan drukt die zware baarmoeder tegen de bloedvaten die je hersenen van zuurstof voorzien aan. En dat maakt ook dat niet prettig is, niet lekker ligt. Dus vandaar dat het wordt geadviseerd om op de zij te slapen. Ja. Bij Simone die draagt het kindje wat meer naar voren en dan zie je ook dat die buik wat flinker is. Daar komt dat door? Ja. Kijk, wat je hier ziet, daar komt al een bult. Daar zitten de benen van het kindje. Oh. Daar zie je gewoon al gelijk dat het beentje uitsteekt. Ja, voel maar eens hoor. Maar hoe weet je nou dat dat de been is? Omdat dat gelijk uitsteekt. Hè? Dus dan denkbeeldig maak ik me al een inschatting hoe dat kindje in de buik zit. Daar zitten de billen. Ja, mooi hè? Oké, ja. En dat zei, ik doe of ik het voel, maar ik voel het echt niet hoor, wat is. Ik voel dat echt niet. Nou, ik voel hier wel iets hard bij deze. Ja, dat zijn de billen. Dat zijn de billen. Ja. Hij heeft harde billen. Ja. Dat voel jij ook. In het Bravis ziekenhuis gaat Bobby's wens om een badbevalling mee te maken al snel in vervulling. Ik ga nu naar Birgit en die is aan het bevallen, dus ik ga kijken. De 24-jarige Birgit is 4 uur geleden, midden in de nacht, met hevige weeën aangekomen in het ziekenhuis. Hallo. Hoi. Hi, Bobby. Hey. Hallo. Hi. Hallo. Bobby. Birgit. Hoe gaat het? Vind je het erg dat ik erbij ben? Echt niet. Nee. Dan hoor je me wel. Ja, anders stuur me weg. Je mag gillen tegen me alles. Nee, maar het is goed. Ik heb er net eentje gehad, dus... En om de hoeveel minuten komen ze? Ja, ik heb echt werkelijk waar geen... Birgit en de 9 jaar oudere Corné zijn al 5 jaar samen. 2 jaar geleden zijn ze ouders geworden van hun eerste zoontje Finley. Birgit wilde destijds heel graag in bad bevallen. Maar door een sterrenkijkerpositie van de baby moest hij met een vacuümpomp gehaald worden. Deze keer hoopt Birgit wel in bad te bevallen. Heb je alleen rugweeën? Arme jij. Die zijn als er maar iemand drukt, vind ik het goed. Ja. Als er niemand zou drukken, dan is het echt... Nee, je moet echt tegendruk hebben. Hè? Ja. Bij jouw eerste was dat ook? Had je zelf de soort weeën bij je eerste? Ja. Dat heb ik echt op de grond gelegd. Dus ze maken het je niet makkelijk. En toen waren we als eerst mijn vliezen gebroken, dus toen ging het wel een stuk sneller. En nu komt er weer een. Aangezien Bobby zelf ook in bad wilde bevallen, maar over moest gaan tot de spoedkeizersnede, leeft ze enorm mee met het stel. Partner Corné heeft goede hoop dat dit keer de badbevalling goed gaat komen. Ik vind het echt heel spannend, weet je dat? Ja. Ja, echt. Maar ik ben helemaal vrij rustig onder. En gelukkig. Ja. Want als ik dadelijk tussen de gordijntjes lig... Komt goed. Bobby wil graag actief meehelpen en Birgit ondersteunen, want ze weet wat ze meemaakt. Druk ik hard genoeg? Nog harder hoor. Zo? Door tegendruk te geven, verlicht Bobby de intensiteit van de rugweeën. Ook de warme douchestraal zorgt voor verlichting van de pijn. De weeën worden steeds heviger
En om de bevalling te bespoedigen, gaat verloskundige Joyce de vliezen doorprikken met een naald. Als je de vliezen gaat breken, voel je dan echt een vliesje wat er nog zit. Ja. Ja, en dan voel je echt een gaatje in ontstaan wat je dan een beetje verder open maakt. Wat je nieuw washandje? Geef jij maar aan wanneer je er klaar voor bent, hè? Breng dit stokje naar binnen voor de vliezen erbij. Daar voel je niks van. Maar zien voel je water aflopen alsof je in je broek plast. Maar dat zal nu niet, denk ik, in bad. Ik doe dat goed, hoor. De vliezen zijn door. En de verloskundige stelt meteen vast hoe ver de baarmoedermond open staat. Bij volledige ontsluiting van 10 centimeter mag Birgit beginnen met persen. Hij zit op 9,5 bijna. Mijn god, schat, hoe goed. Ja, maar dan moeten beginnen. Ja, ik weet het. Maar dit is echt goed. Dank je. Wauw. In Veldhoven eindigt het spreekuur van verloskundige Janneke met een huisbezoek bij Evelien en Michael. Kijk nou, ze hebben de box al staan. Och. Hallo. Hi. Hoi, Evelien. De 30-jarige Evelien is 5 jaar samen met de 36-jarige Michael. Voor haar grote liefde is de van oorsprong Belgische Evelien naar Veldhoven verhuisd. En nu is ze 39 weken zwanger van haar eerste kindje. Ze heeft een onrustige zwangerschap gehad met tussentijds bloedverlies. En dat valt haar zwaar. Voor haar mag de baby nu wel komen. En ze heeft Janneke gevraagd om gestript te worden. Dat is wel heel bijzonder, hoor. Een eerste huisbezoek bij mensen die ik nog nooit heb ontmoet en dan meteen strippen. Fatima wordt door Janneke direct aan het werk gezet. En zou je daar Evelien een zelfstofmatje uit willen halen? Dan leggen we die onder Evelien haar billen. Dan, Wij pakken de mat. Yes. Zo of in de breedte? Oh, dat is prima. Zo. Ja. Zo? Ik verwacht ook nog niet heel veel te verliezen. Hè? De vliezen zijn nog niet gebroken en er is ook nog geen bloedverlies. Maar het is voor de zekerheid. Je weet ooit nooit. Kan het dat de vliezen breken? Ja, dus dat kan. Dus bij deze is jouw bed goed beschermd. Strippen is een inwendig onderzoek waarbij door roterende bewegingen de vruchtvliezen los worden gevoeld van de baarmoederwand. Het hormoon dat hierbij vrijkomt kan de bevalling op gang brengen. Voordat het strippen in gang wordt gezet, controleert Janneke eerst de hartslag van de baby. Nou, hij doet het goed. Hij is er helemaal klaar voor. Dat is een mooi moment, toch? Dat is altijd een mooi moment. Ja, vind je het mooi? Ja, het hartje, dat is het mooiste eigenlijk. Hè? We gaan voelen, als jij er klaar voor bent. Mm-hmm. Je schouders lekker een beetje los laten hangen. De billen in bed laten liggen. En adem maar eens een keer heel diep door. Inadem door je neus en uit door je mond. Zullen we gewoon gaan kijken? Oké. We gaan het gewoon proberen. Via het geboortekanaal probeert Janneke met 2 vingers bij de baarmoedermond te komen. Het is niet het prettigste gevoel. Nee, dat is het zeker niet. Nu ga ik strippen, Evelien. Dus dan ga ik nog verder masseren. Mm-hmm. Dat voel je wel, hè? Ja. Het voelt eigenlijk al best wel rijp van binnen. Dus ik ben best wel enthousiast. En ik voel ook dat er gelijk een beetje reactie komt. Je ziet jouw buik ook hard worden, hè? Mm-hmm. Lijkt ook of die opbolt daar aan ja, die ja, kant. Zie je, hè? Je ziet hem gewoon hard worden. Ja. Ja, dat is de baarmoeder die je helemaal samentrekt. Ik ben ook bijna klaar.